What up, Winden? Hier is je Fire-type-only trainer genaamd Rikachu met zijn 6 baasjes in zijn team. We zijn er. Yo, Nintendo en Pokémon-fans. Welkom bij een gloednieuw video op je favoriete Nintendo-kanaal. Waarom maak ik zulke gekke geluiden? Anyway, in de vorige aflevering hebben we de 8e badge gehaald. Het was echt maar net gelukt, jongens. Het scheelde niet veel. Ryan had allemaal Ground-type Pokémon en daar ben ik natuurlijk niet blij mee in mijn vuurteam. En dat betekent dat we nu alle 8 de badges in de pocket hebben. Lekker hoor. Oh ja, en dit is het moment dat we ook een nieuwe professor krijgen natuurlijk. What? Professor Sonja. En dan moest ik even kijken waar we nu naartoe moeten. Oh ja, we moesten eventjes naar het station toe. Dat is waar ook. En daar is Hoppy die zegt, ah, ik heb Ryan ook verslagen en ik ga met je mee. En nu heb ik even tijd om aan jullie de vraag van de dag voor te leggen. Ik ben gewoon benieuwd, wat is jullie favoriete Nintendo Switch game? Dat hoeft niet eens een Pokémon game te zijn. Het mogen ook andere games zijn, want mijn favoriete Nintendo Switch game is toch nog steeds The Legend of Zelda Breath of the Wild. Als je die serie nog niet gekeken hebt, ga het zeker even kijken. Want ik heb heel die game uitgespeeld op dit YouTube kanaal. Maar oké, terug naar Pokémon. Hoppy en ik zitten in de trein. We zijn weer onderweg. We gaan proberen Pokémon kampioen te worden, wat nog heel lang duurt, zoals jullie wel weten. Het vuur staat in mijn ogen. Ik heb een hele mooie outfit aan. En Hop zegt, jij en ik gaan ervoor zorgen voor de mooiste wedstrijd ooit. Helemaal toppie, Woppie. Woppie? Hoppie natuurlijk. Potverdorie. Nou, we moeten nu naar Winden. Ja, en dit is een route. Hier zijn heel veel sneeuw-Pokémon. En dat is natuurlijk helemaal top. Want ik heb al mijn vuur-Pokémon. En ik ga gewoon even al die sneeuw-Pokémon even laten smelten, jongens. Enige gevaar is als ze ook allemaal water aanvallen kunnen. Dan zou ik wel eens een probleempje kunnen hebben. Kijk, hier zo allemaal Snovers. En een Max Revive pak ik op. Oké, wat is dit? Wat is dit voor een bosje? Oh, dit is een Clank. Nou, dat is een Steel-type Pokémon. Die kan ik als het goed is ook gewoon verslaan. Welk level zijn ze hier? Level 45. Nou, laten we gewoon even lekker incineraten. Kabliggy Blam. We moeten wel even onze Pokémon trainen natuurlijk. Clank kan ook nog iets doen. Shift Gear. Oh, ja hoor. Ja, oké. Helemaal goed. Ja, je bent sneller geworden. Nice. Oh, en je attack. Oké, je attack is ook hoger geworden. Maar ben je al sneller dan Dionne? Nee, je bent nog steeds niet sneller dan Dionne. Hoppakee. En kijk eens. Hoppakee. Ronald en Bardo. Beide een leveltje omhoog. Ronald is al 51. Ronald is de hoogste level. Mijn starter Pokémon natuurlijk. Ja, laten we maar gewoon doorgaan. Ik ben benieuwd wat deze gast voor Pokémon heeft. Hier met zijn mondkapje. Ik kan er hele slechte grappen over maken. Doe ik niet. Ik ga gewoon doorbattelen. Dr. Graham stuurt een Gardevoir. Gardevoir blijft zo'n mooie, elegante Pokémon. Ik vind dit wel een mooie battle trouwens. Celestial tegen Gardevoir. Ik kan Vino shocken. Dat is super effective natuurlijk op Gardevoir. Blam. Oh ja, en dan krijg ik weer wat HP'tjes erbij. Hoppakee, zijn we weer gelijk vol. Gardevoir doet Calm Mind. Het klinkt altijd zo mooi. Dat drupje water zo. Dat klinkt altijd super mooi. Oké, nog een keertje Vino Shocky. Ja hoor. Ja, en daar gaat Gardevoir. Nu gaat Dionne een level omhoog. 2200 XP'tjes. Heerlijk. Ik kan even op mijn fiets gaan zitten, klein stukje. Want dit moet even een stukje sneller gaan. Ga ik nu weer gezellig. Oh, ik wou zeggen, ga ik nu weer gezellig van mijn fietsje af. Maar eerst moet ik even battelen. En ik mag gaan battelen tegen Steelix. Come on, Dionne. Jij kan dit. Ah, heb ik nog nooit tegen een Steelix gebattled? Oké. Blijkbaar heb ik nog nooit tegen een Steelix gebattled. En ja, dit gaat toch wel vrij makkelijk natuurlijk met een vuurtype Pokémon. Hoppakeetje. Ja, en dan is Dionne gelijk weer vol. Nice. Die Shell Bell is toch ook wel lekker hoor. Gaat Wilbo een level omhoog? Nee, net niet. Oh, een Mudsdale. Oké. Go, Ronald. Hoppakee. Ja, Mudsdale blijft ook wel stoer hoor. Maar ja, ik hoop natuurlijk geen genade te tonen. Oké, hij overleeft het. En dan doet hij high horsepower. Dat gaat mij echt wel heel veel pijn doen. Oké, 16 HP over. Hagel op mijn kop. Overleven het net. En Mudsdale overleeft het ook net. Dan kan ik het af gaan maken met een flame charge. Oef, dat was echt super close, jongens. En Wilbo, kijk, level 46. Alright, oké, gaan we even deze kant op. Oh, nice, nice. Deze wil ik verslaan. Abomasnow. Ja, dit is wel een baasje hoor. Ik ben benieuwd. Let's go. Incinerate op zijn bakjes. Gaan we hem in één keer slopen dan? Oh, lekker. Level 55 Abomasnow in één keer gesloopt. Hier krijgen we zeker wel lekker veel XP'tjes voor, jongens. Eens even kijken. 2200 en de rest allemaal meer dan 1000. Kijk, dat is een leuke Pokémon om even tegen te battelen hier zo. Wat zit hier dan nog verstopt in het gras? Oké, Beartick. Ja, dit is wel een vet Pokémon met een baard, jongen. Eigenlijk moet mijn volgende challenge de baard-only challenge worden. Dan mag ik alleen maar Pokémon gebruiken die een baard hebben. Ja, dat zie ik wel zitten. Dat lijkt me serieus wel geinig. Alleen de keuze is niet zo heel groot. Zo, hallo.
ik weet niet wat die Beartek ondertussen heeft gedaan. Maar die heeft Dion er bijna gesloopt. Moet dit echt? Kan je niet even gewoon rustig aandoen alstublieft? Man, ik weet niet waar dat opeens vandaan kwam, hè? Nou, goed. In ieder geval, Dion gaat weer een leveltje omhoog. Maar ze heeft ook wel even een hyperpotionje nodig. Geeft niet, daar heb ik er genoeg van. Dus dat komt wel goed. Alright, oké. Volgende battletje is tegen een Weevil. En deze trainer genaamd Ronald ook. Die zat niet echt op te letten. Die was meer bezig met zijn telefoontje. Oké, let's go. Incinerate. Sloop je Weevil in één keer? Nou, nee, net niet. En Weevil die is alleen maar zichzelf aan het boosten. Heb ik weer hagel op mijn bakkes. En zijn we nog steeds wel sneller dan Weevil. Dus dat is helemaal lekker. Hoppakee. Ja, dit is wel een lekker plekje om te trainen, jongens. Heerlijk plekje om te trainen zelfs. Wat is dan zijn volgende Pokémon? Het is een Claydol. Ik denk dat ik er beter aan had gedaan als ik dit even door Thomas op had laten lossen. Maar goed, oké, laten we Dragon Pulse proberen. Eens even kijken. Nee, dat doet niet zo heel veel. Ja, en dan krijg ik Earth Power. Oh nee. Sorry Dionne, sorry dat ik je dit heb aangedaan. Ik had beter moeten weten. Oké, Thomas, jij dan. Shadow Ball. What the fuck? Bam. Kijk, lekker. Oké, nice. Het einde van Claydol. En Thomas en Don een level 10 omhoog. Ga ik natuurlijk wel eventjes Dionne reviven, want ze moet gewoon die XP hebben die iedereen krijgt. Ga ik nu wel eventjes switchen? Eens even kijken of Thomas het een klein beetje kan oplossen voor me. Hallo meneer, mag ik battelen tegen jou? Alleen probleem is misschien wel dat Thomas dus geen echte fire moves kent. Dus dat is niet echt ideaal, dus laat ik hem eerst maar eens even burnen met Will-O-Wisp. Ja, oké, dan gaan we het op deze manier proberen. Nou hoop ik dat die Corviknight mij niet keihard aanpakt. Drill Pack. Oké, dat kan ik hebben. Dan kan ik nu Hex doen, want dat doet meer damage op Pokémon die een status condition hebben. Zoals inderdaad Burned. Kijk, dit werkt wel, jongens. Dit werkt best wel goed. Pardon naar 49. We zijn lekker aan het trainen hier zo. Heerlijk. En dan hoop ik dat Dionne kan afrekenen met een Flygon. Ja, ik heb alleen geen... waarom geef ik nou niet gewoon eventjes een potiontje aan Dionne? Jongen. Kijk, die Dragon Pulse, die gaat wel super effectief zijn. Maar ik geloof nooit dat we in één keer die Flygon gaan slopen. Al zou dat wel heerlijk zijn. Net niet, zie je? Dit vind ik zuur. En als ik nou een Ground-type move op mijn bakkes krijg, ja, zoals Earth Power, dan is het gewoon weer gedaan. Dan is het gewoon weer klaar. Waarom geef ik niet gewoon een potion? Ja, dat was wel een beetje suf, jongens. Sorry. Zit ik weer even te snurken hier zo. Hoppakee. Baba, Flygon. Was niet zo moeilijk. Ronald ondertussen ook alweer naar 52. Zo, dan ga ik het nu wel even goed doen. Revive. Zo. En een super potion. Oké, volgende Trinity. Het is een politieagent. Oh nee, het is een postbezorger. Of is het een postbezorgende politieagent? Nee. Geen Pelipper. Pelippers zijn veel te lastig. Pelippers zijn super irritant. Ik kan eigenlijk alleen Crunch doen als super effective move. Of nou ja, nee, als niet not very effective move. Dan krijg ik een ware puls. Ja, Pelippers zijn echt problemen, jongens. Dit gaat Bardo ook niet overleven als hij nog een keer een waterpuls op mijn bakkes gaat gooien. Nee. Daar ging Bardo alweer. Jij nare postbezorger. Ik heb altijd problemen met postbezorgers. Nou, straf die postbezorger even af. Hoppakee. Oké, lekker gedaan, Thomas. Nu een Noctowl. Ja, dan moeten we wel even switchen. En dan hadden we juist weer eigenlijk Bardo nodig. Ach, precies verkeerd gekozen, jongens. Shiny Noctowl is trouwens echt super cool. Ik vind dat zo'n vette Pokémon. Gewoon een hele gouden Noctowl. Dat is echt awesome. Die komt natuurlijk ook in de tekenfilm voor. Super cool. Maar ik hoop dat we hem gewoon... Nee, we slopen hem niet in één keer. En Noctowl laat mij slapen. Pokémon trainers, gymleaders, geen probleem. Maar postbezorgers, jongens. Volg me op Twitter voor nog meer postbezorger verhalen. Oh, ondertussen doet hij lekker roost. Gaat hij weer bijtanken? Ja hoor. Wil je even wakker worden, Ronald? Jij slaapkop. Ja, en ondertussen doet hij nog een keer roost. Dan is hij weer vol. Ja, helemaal lekker dit. Word nou eens even wakker, Ronald. Kijk, oké, topje. Eindelijk. Daar gaan we weer hoor. Hoppakee. Als hij nou weer hypnosis doet. Oh, daar krijgt hij geen kans voor. Nice. Thomas level 49 alweer. Ja, kun je zo boos kijken? Maar jij was vervelend aan het doen. Oké, nu heb ik Wilbo even op de eerste plek gezet. Zodat we Wilbo even kunnen trainen. Trouwens, ligt hier ergens een itempie of zo? Ja, kijk, hier ligt een itempie. Een comet shard. Ja, al die rhymes. Mr. Rhymes hier zo. Vind ik wel een grappige uitvinding trouwens. Mr. Rhyme. Oké, nu deze kant op. Oh ja, oké. Oh, dit is Mr. Mime nog natuurlijk. Dit is de Galarian Mr. Mime. En hierna, de vorm hierna wordt een Mr. Rhyme. Oh, jij gaat gelijk even bij de hand doen met je sucker punch. Nou, hier heb ik een bij de hand de flamethrower op je bakkes. Pakketje. Doei. Hier ligt nog een itempie. A bottle of PP up. Oh, dat is nice. Gaan we deze beer nog even verslaan? Het is mij. Paardbeer. Flamethrower. Kan jij hem wel in één keer slopen?
Oeh, is level 55 die Beartick. Oh, die gaat even lekker uitrusten. Ah, we gaan lekker slapen. Als het goed is, gaat hij ook twee beurten slapen. Dus dan kunnen we hem alsnog in twee beurten gaan verslaan. Kijk hem chillen daar zo, jongen, met zijn oogjes dicht. Kijk hem chillen. Sorry dat ik nu wat vuur op je hoofd gooi. Vlammenwerper. Hoppakee. En zo versla je een slapende, bebaarde beer. Oké, jongens. Volgens mij nog één trainer. Oh nee, daar staat er nog één. Yo, what up, Donald? Oh nee, nee. Nee, geen gigalit. Nou, oké, misschien kan ik eventjes dik doen. Die is natuurlijk wel super effective. Dan gaan we gewoon even onder de grond. En dan gaan we wel kijken wat er gebeurt. Oké, dat doet best wel weinig damage. Ik had veel meer damage eigenlijk verwacht. Ah, man. Waarom doe je zo? Met je gigalit. Dit is toch nergens voor nodig, man. Ronald, double kick. Ik weet het, het is nog steeds geen hele sterke aanval. En inderdaad... Oh. Waarom is double kick niet gewoon ietsje sterker? Ietsje maar. Oh, dan maar nog een keertje. Hoppakeetje. Shiny Gigalith is trouwens wel echt heel tof. Oké, en dan de volgende. Rhydon. Deze trainer maakt het me wel even een klein beetje lastig, hoor. Al die steen-Pokémon en die grond aanvallen, weet ik veel wat. Het is allemaal best wel moeilijk te doen. Oh, of niet. Oké, Shadow Ball gaat best wel lekker. Ik had niet verwacht dat Shadow Ball zo goed was. Oké, Stone Edge. Waarom? Nou, oké, Ronald, dat mag jij toch maar weer doen. Met je allerbeste move. Double kick. Hoppakee. Later, Rhydon. Man, wat zorg jij voor problemen, jongen? Hou eens op, joh. Moet ik weer even allemaal revivies gaan pompen zo? Hoppakee, revivie. Nog een revivie. En dan kan ik hyper potiontjes allemaal gaan gooien. Moet ik er vier gooien, man. Jongen. Dit is toch allemaal zonde van het geld? Oké, let's go. Volgende battle. Dit is echt een enorme battle route waar je gewoon lekker veel XP nog kan krijgen op het laatste moment. Voordat je straks mag gaan proberen om Pokémon kampioen te worden. Althans, dat hoop je natuurlijk. En hier hebben we de Galarian Darmanitan. Oftewel de verschrikkelijke sneeuwman. Hoppakee, flamethrowertje. En het is gewoon gelijk klaar. Kijk, dit zie ik liever. Gewoon dat ik tegen ijs-Pokémon moet battelen, jongens. Dit doe ik graag. Niet tegen die stenen. Niet tegen die... Ja... Phalanx. Is Phalanx steel? Ik weet het niet meer, jongens. Ik ga gewoon even proberen. Flamethrower. Misschien is het een steel-type Pokémon. Nee, dat niet. Oké. Hij doet no retreat. Oftewel, ik denk dat ik nu niet meer mag ontsnappen. Oh nee, hij boost zo'n beetje al zijn stats. Oké. Hij is wel geraakt door het ijs. Ja, en ik natuurlijk ook. Oké, dankjewel. Altijd fijn, jongen, dat het hier altijd zoveel hagelt, hè? Oké, close combat. Oké, lekker, man, dat je alles gewoon, al je stats boost. Hoppa. Maar het is toch niet genoeg, jongen. Het is toch niet genoeg, meneertje. Je hebt je Phalanx nog niet genoeg getraind. Dan nu tegen een Grablocked. Ja, die mag tegen Thomas. Dat gaat altijd wel goed. Dat weten we nog wel uit een van de vorige afleveringen. Toen kon Grablocked Thomas niet raken. Ik weet niet welke moves deze Grablocked allemaal kent. Als die alleen fighting moves kent, dan is dit gewoon even een peulenschil. En we gaan wel zien wat er gaat gebeuren. In ieder geval kan ik gewoon weer een schaduwbal op zijn bakken gooien. En hij doet Octolok. En inderdaad, hij kan me niet raken. Heerlijke tegenstander is dit. Hier hou ik van. En nog een keertje. Komt ie. Vangen. Ik zeg toch vangen? Waarom vang je die schaduwbal niet? Nu ben je kapot. Is het klaar? Het is klaar. Oké, dit duurt ook wel even een tijdje hoor. Hey. Nou, gaan we nog maar even een hype potiontje op Wilbo knallen. Oh, en dan moeten we nu een duo battle. Zal ik gewoon een keer mijn twee sterkste Pokémon inzetten? Gewoon omdat het kan. Ronald en Don, level 53 en level 51. Jullie mogen het gaan doen, jongens. Jullie zijn blijkbaar de twee sterkste uit mijn team. Dan mogen jullie dit even gaan fixen. Gillian en Cam. Hij heet ook gewoon Cam. Nice. Nou, die Klinklang, dat lijkt me niet zo'n probleem. Laat me dan maar even focussen op die Heliolisk. En dan mag Don gaan incineraten. Doet Ronald lekker een pyroballetje. Ben heel veel benieuwd. Heel veel benieuwd. Ja, die Heliolisk is gewoon al klaar, jongens. Bardo gaat naar level 50 nu ook. Goed om te zien dat bijna iedereen in de level 50 begint te komen. Hij doet Zap Cannon. Dat is best wel een goede aanval. En dat paralyzed mij ook. Dat vind ik niet zo heel chill eigenlijk dat je dat doet, man. Hier, incinerate op je bakkes. Noivern wordt eruit gestuurd. En dan ga ik eigenlijk gewoon precies hetzelfde doen als in de vorige beurt. Oh, Noivern doet Superfang. Oké, dat zorgt ervoor dat de helft van mijn HP weggaat. Klinklang doet heel rustig. Screech, die raakt mij niet. Dan doet Ronald wel Pyro Ball, ondanks dat hij geparalyzed is. Lekker, man. Goed gedaan, Ronald. Noivern is bijna down. En dan kan Don het afmaken. Hoppakee, Incinerate. Allebei die Pokémon... Oh, wat?
Oh, wat? Noivern overleeft dat gewoon? Oké. Die vond ik wel verrassend. Die had ik niet verwacht. Ik denk, die heeft nog maar zo'n klein beetje leven. Dat gaat hem wel worden. Thomas en Wilbo, level 50, level 48. Gaat Noivern dan kapot door de hagel? Ja hoor. Noivern gaat gewoon kapot door de hagel. Arme Noivern. En dan is de laatste een Togedemaru. En daar moeten we gewoon toch nog wel voor oppassen hoor. Of wacht, ik kan Heatcrash doen. Als ik Heatcrash kan doen, ik ben zoveel zwaarder dan Togedemaru. Ja, dan mag dat eigenlijk toch geen probleem opleveren. Ronald doet Flame Charge en dat is al genoeg. Oké. Lekker. Ik vind het altijd zo zielig als Togedemaru down gaat. Zo'n kleine schattige Pokémon. Oké, jongens. En daar zijn we dan. Daar zijn we aangekomen. In Windon City. We are there. We zijn er. Yay. Ik wil even in mijn normale outfit die stad inlopen. Want dat fietsoutfitje, dat ziet er ook niet uit, hè. What up, Windon? Hier is je Fire-type only trainer, genaamd Rickachu. Met zijn 6 baasjes in zijn team. We zijn er. Dit lijkt vast en zeker op een of andere Engelse stad met grote billboards. Waarvan ik niet weet welke stad het is. Maar dat maakt niet uit. We zijn er. Windon City. En hier is het stadion waar het allemaal moet gaan gebeuren, jongens. Maar ja, jullie weten het. Dat gaat voorlopig nog niet even door, dat feestje. Hop zeg, ik ga gelijk naar Windham Stadium. Het is goed, man. Ik zie je straks daar. Dan ga ik eerst even zo rustig aan mijn Pokémon healen in het Pokécenter. Ik denk dat dat een slimmer plan is dan gelijk naar het stadion te rennen. Laat me eventjes wat itempies kopen dan weer. Sowieso kan ik wel weer wat revives gebruiken. Doe er maar 10 of zo. Ja hoor, top, dank u. Dan gooi ik ook even wat super potions erbij. En nog een paar hyper potions. Yes, oké. Heb ik ultra balls? Ik heb bijna geen ultra balls. Laat me eventjes gewoon 20 ultra balls kopen voor de zekerheid. Stel, we komen een supergoeie vuurtype Pokémon tegen. Dan moet ik wel even die ultra balls hebben. Ja, en dan gaan we ook maar rustig tegen het stadion, hè. Even snel fietsen, want dit is best wel een groot stadje waar je doorheen kan lopen. Windon Stadium! We zijn er! Maar, we gaan nog niet naar binnen, want dat doen we in de volgende aflevering, jongens. Doe even een blauw duimpje omhoog als je er klaar voor bent. Abonneer op mijn kanaal als je meer Pokémon en Nintendo video's wil zien. Wil je mijn live zien gamen? Volg me dan zeker even op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!